Wie ook langzamerhand dichterbij komt, Erika. Jazeker. Want volgens mij hebben we haar alweer op lijn. Larissa. Daar is ze. Ja, horen jullie mij? Ja, zeker, luid en duidelijk. Nou, geweldig. Nou, we zijn weer op de volgende locatie. Jeetje, het is soms echt wel even rennen en racen. Maar nummertje 24, we hebben het gehaald. En ik ga even kijken. Ach, wat is het toch enig hier zo. Allemaal kerstversiering en lampjes. En ik ga even stiekem naar binnen kijken. En er staat een mooie kerstboom. Hallo! Komt u maar hoor! Hallo, nou, daar komen de opa en oma aangelopen. Want er is een wens voor opa en oma ingestuurd door hun kleindochter Amber. En de deur gaat open, jawel. Goedenavond. Goedenavond. Wij zijn van Zo34, het programma Hart voor Elkaar. Ja. En we hebben een wens ingestuurd gekregen van jullie kleindochter. En ik vraag me af of er de kleindochter achter staat, ja, Amber. Ja, ja. Nou, misschien wil Amber zelf al even naar voren komen. Tuurlijk wil ik dat. Amber, jij hebt een wens ingestuurd. Ja, dat heb ik zeker. Natuurlijk, wat ik ook aan de mail heb gezet. Opa en oma, die hebben mij in februari opgevangen. In een hele lastige situatie. En nou ja, oma die kampt zelf met COPD, heeft vorig jaar in het ziekenhuis gelegen met een hele heftige vorm van griep. En daarom vind ik wel dat ze wat leuks verdienen in deze tijd. Nou, en daar hebben wij voor gezorgd. Wij mogen jullie een bosje bloemen aanbieden. Vanwege de coronamaatregel ga ik even naar achteren. Bosje bloemen. En wij... Bonnetje. Ja, we dachten, we doen er nog wat leuks bij. Het is een kippiebond van Kippie en Emmen. He, dan kunt u lekker wat te eten ophalen en misschien samen opeten. Ter waarde van 28 euro. Oh, kijk aan. Heel hartelijk bedankt. Nou, ja. Och, kijk toch. Wat een liefde hier weer te zien valt. En wat is het nou leuk om mensen blij te maken. Heb je nou ook iemand van je denkt, nou, die wil ik ook een hart onder de riem steken. Het kan nog, want kijk, je krijgt dankbare gezichten voor terug. Ja.